de veiligheid en criminaliteit in Suriname. Eén is heel ruim. Die gaat over de positie van Suriname als drugsdoorvoerland en de consequenties en gevolgen daarvan voor onze samenleving. Maar de eerste gaat ook over, veiligheid. Kunt u misschien kort op ingaan. Naar mijn informatie, als ik het zo een beetje bereken en inschat, zijn in Suriname ruim 600 mannen en vrouwen in overheidsdienst bij DNV of bij BBS of bij de politie, maar ook militairen, zijn dagelijks ruim 600 mannen en vrouwen in het veld om 150 very important persons te bewaken en te beschermen, hun persoonlijke veiligheid. Natuurlijk u als president voorop, maar ook de rechterlijke macht, ook assembleeleden en andere daarvoor in aanmerking komende personen krijgen die persoonlijke bescherming. Maar voor de overige 600.000 inwoners van dit land zijn er naar mijn berekening nog minder dan 600 actieve gewapende functionarissen beschikbaar om in het veld de veiligheid van die 600.000 inwoners te beschermen. Misschien zit ik er een beetje naast met mijn schatting, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Het lijkt alsof de verhouding helemaal zoek is. Bent u met me eens dat het deze proporties niet de veiligheid van de burger ten goede komen? Ja, kijk, als land moeten we zorg dragen, namelijk dat die veiligheid, welke zeer essentieel is, welke randvoorwaarde is voor een goede burgerschapontwikkeling, wat een randvoorwaarde is ook voor de economische ontwikkeling, voor de investeerders, dat het goed geregeld is. Dat veiligheid in feite op burgerniveau, die citizen security, aanwezig is voor alle burgers. En natuurlijk moet het daar tegenover een beleid zijn dat je de instituten die daarvoor verantwoordelijk zijn, moet versterken. De middelen moet hebben, materiaal moet hebben, capaciteit moet hebben, training moet hebben, noem maar op, om te zorgen dat die diensten die in het leven geroepen zijn daarvoor adequaat uitgerust zijn om die veiligheid te kunnen garanderen. Waar we onderscheid moeten maken tussen die publieke veiligheid, dat is de veiligheid waarvoor de overheid verantwoordelijk is, en de private veiligheid waarbij bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid, dat is bedrijfsbeveiliging en bedrijfsveiligheid. Die publieke veiligheid, daar kun je onderscheid maken tussen veiligheid op individueel niveau, veiligheid naar die samenlevingsniveau. En daarboven heb je namelijk het bestuur, de constitutionele organen. Waarbij inderdaad de afgelopen jaren er heel wat ontwikkelingen zijn geweest. Waarbij een stukje veiligheidsbeleid is ontwikkeld naar vitale instituten. Ook in het kader van een stukje bescherming van bestuur, bescherming van de rechtsstaat en ook bescherming van de leden die daar binnen daar zitten. Dat is internationaal ook zo. Er zijn internationale verdragen die duidelijk aangeven hoe staatshoofden allemaal beveiligd moeten worden, omgegaan moeten worden. Dat is allemaal geregeld. Wij moeten nagaan of het inderdaad niet buitenproportioneel is. Die beveiliging die gegeven wordt aan de bestuursleden en andere gespecialiseerde organen van de staat en onafhankelijke rechterlijke macht. In het verleden is een speciale dienst in het leven geroepen. Nee, twee diensten zijn in het leven geroepen. DNV belast ook met de beveiliging van overheidsfunctionarissen, dat is het bestuur. En BBS belast met beveiliging van burgers en objecten. Dat zijn diensten die speciaal in het leven zijn geroepen hiervoor. Als blijkt namelijk dat bepaalde diensten niet meer functioneren, niet goed functioneren, dan zie je namelijk die druk heel makkelijk ontstaan dat men van de politie dan de mensen onttrekt. Deze president heeft vanaf zijn aantreden gezegd: ik wil niet leunen op een dienst. Als deze de diensten zijn in Suriname, of het nou Nationaal Leger is, of het Militaire Politie is, of het BBS is, of DNV is, of KPS is, of penitentiair ambtenaar. Ik heb 1-2 overal genomen, maar niet de druk. Dat is mijn dienst. Buiten gaat u zien mensen van verschillende diensten die wel getraind worden om een eenheid te kunnen optreden. Ik ben helemaal eens dat het geëvalueerd moet worden, maar daartegenover hebben we grote korpsen. Een korps politie Suriname en een Nationaal Leger
die effectief met elkaar moeten gaan samenwerken. Ik ben ook minister van Justitie en Politie geweest. Ik heb die overeenkomst getekend met toentertijd met minister Fernhout. Structurele samenwerking tussen KPS en Nationaal Leger. Die MOU's liggen nog daar zo. Die dingen moeten nog plaatsvinden. Niet alleen in het binnenland, maar ook in de stad kan je samenwerken. Tweede is namelijk dat er afgelopen jaar er niet geïnvesteerd is in deze veiligheidsdiensten. En nog erger, en ik durf hier te zeggen, zijn afgeswapt. Zeer gespecialiseerde diensten die in mijn tijd allemaal opgericht waren. Om die veiligheid te garanderen. Om die georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Die zijn systematisch uitgehold. Die zijn systematisch afgezwakt. Afgelopen 10 jaren. Om dit weer nu op te bouwen. Ja, waarom? Het, ja, omdat het geen prioriteit was. Vermoedelijk. Om veiligheid te garanderen. Om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Wij zeggen voor ons heeft het prioriteit. De diensten moeten weer sterken. Deze veiligheidsdiensten. En zeker Korps Politie en NAVO. Heeft een groot probleem, heeft een ander groot probleem. Is een integriteitsprobleem. Is een issue wat speelt. En we zijn bezig, ik had het ook al aangegeven in mijn jaarreden. We gaan tot definitieve benoeming van een korpsleiding. En ik heb een selectiecommissie aangewezen om alle kandidaten voor me goed te selecteren aan de hand van normen. De eerste resultaten zijn binnen. We gaan ze nu toetsen op 2 belangrijke dingen. Wie is inderdaad de persoon die voldoende daadkracht geeft om het integriteitsprobleem, het Korps Politie Suriname aan te pakken en naar de burger toe een goed veiligheidsbeleid te ontwerpen. Het is niet een one-man show.